Maandagochtend kwam ik hier toe, dat was in een leeg bureau. Enkel zo wat tapijt op de grond en op het derde gewoon een vloer. Tegen de deadline moet ons bureau af zijn, hè. En desnoods trekken wij lange dagen, hè. Het moet af, de deadline is super belangrijk en iedereen streeft ook naar die deadline. Het is eigenlijk echt wel een leutige werksfeer. Spijtig dat het altijd in het Frans is. Ik versta niet altijd al die mopjes, hè. Maar ja, je leert eigenlijk wel snel Frans bij, zoals je zo tussen die Fransmannen zit. Ik zou wel, om deze job te verbeteren, voor mezelf dan, zou ik meer wedstrijd monteren doen in plaats van gewoon rustig monteren. Zo, om ter meest en om ter snelst en om ter best. Ja, ik zou dat echt wel wijs vinden, zouden ze dat hier doen. Vandaag heb ik dus de stoelen, de bureaustoelen, ja, het zijn super dure stoelen trouwens. Maar jongens, ik moest die verpakking eraf doen. En stinken dat idee, dat was eigenlijk echt erg. Echt vieze stank. En dan kost die stoel nog zoveel geld, maar echt stinken, hè. Blijkbaar ben ik eigenlijk ook een beetje een pussy. Mijn knieën deden van de week echt veel zeer, hè. En Peter was mij zelf aan het uitlachen dat ik een ventje van plastic ben en dat ik nergens tegen kan. Ik heb nu die bureaus bijna afgewerkt en dan komt de klant langs en die is echt blij. Eindelijk ziet hij zijn bureaus en is die blij dat alles bijna afgewerkt is, hè. Na die week zie ik ook echt wat ik bereikt heb, hè. En ik laat er gewoon een tip-top in orde bureau achter. Ja, ik ben eigenlijk wel best een beetje fier op de bureaus die ik deze week gemonteerd heb.